kijkt naar een nieuwe video. Zoals je ziet, ik zit hier gewoon lekker in mijn onesie. Want ik ga vandaag lekker een hele relaxte video opnemen. Ik ga namelijk dit masker van Icelips Face voor het eerst gebruiken. Dit is het Hydrating Bubble Mask. En ik heb net een paar hele zware weken gehad met tentamens en project. En ik kom net thuis. Het is dus vrijdagavond voordat jullie deze video bekijken. Dus ik moet hem ook nog bewerken en zo. Ik ben hartstikke moe. Dus ik dacht, dan is een maskertje toch wel op zijn plek. Dus ik ga vandaag deze voor jullie testen. En dit is dus een maskertje wat als het in contact komt met zuurstof, dan gaat het zeg maar bruisen. Dus het is zo'n masker wat gaat bubbelen op je gezicht. Vandaar dan ook het Hydrating Bubble Mask. En hydrating vind ik sowieso goed, want ik heb een droge huid. En zeker met deze kou van de afgelopen tijd kan mijn huid wel wat hydratatie gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En mochten jullie benieuwd zijn, dan zal ik ook eventjes alle ingrediënten van het masker in de beschrijving zetten. Want ja, ik ben er zelf nooit zo heel goed in. Maar misschien zijn jullie wel benieuwd naar, dus ik zal het even in de beschrijving zetten. En ook een linkje natuurlijk naar het masker op de site van Icelips Face. En ja, dan ga ik gewoon het masker maar uittesten, denk ik. Dit is hoe de pot eruit ziet en ik vind het echt een heel slim systeem. Je haalt namelijk het dop eraf en dan heb je dit en hier moet je op drukken. Het is namelijk natuurlijk zo dat wanneer het masker, de substantie daarvan, in aanraking komt met zuurstof, dan gaat het al bruisen. Dus het is heel lastig om daar een goede verpakking voor te doen. Maar hiermee kun je dus erop drukken en dan komt er pas de substantie van het masker uit. Dus op die manier kun je het gelijk aanbrengen op je gezicht en dan gaat het bruisen in plaats van dat het allemaal al opruist uit de verpakking. Dus dat vind ik wel echt heel erg slim bedacht. Ik maak eerst even mijn huid een beetje vochtig met een nat washandje. Want je moet het dus op een vochtige huid aanbrengen. En dan vervolgens moet ik een dun laagje hiervan aanbrengen en 5 tot 10 minuten laten zitten. Wow, het gaat ook echt gelijk al schuimen. Ik dacht dat het wacht, dat het duurt wel eventjes. Wow, ik zie mijn hoofd ook echt. Aan de ene kant al helemaal wit. Ik gebruik trouwens eventjes het schermpje van mijn camera als spiegel. Dus als ik eventjes net niet in de camera kijk, dan weet je hoe dat komt. Nou, volgens mij zit het erop. Het ziet er volgens mij echt heel bizar uit. Maar goed, ik ga het eventjes laten intrekken, 5 tot 10 minuutjes. En dan ga ik even in de tussentijd wat anders doen. En dan zie ik jullie zo terug. En dan ga ik het daarna inviseren, want dat blijkt dus ook te moeten na 5 tot 10 minuten. Nou, het masker zit er alweer 5 à 10 minuutjes op. En zoals je ziet is het op sommige plekken gewoon bijna weg aan het bruisen. Het kriebelt wel echt heel erg. Dus ik ga het er nu even afhalen. Tenminste, ik ga het inmasseren, want dat moet je eerst doen, schijnt het. En daarna moet ik het met een natte lap eventjes van mijn gezicht afhalen. Goed, ik ga het dus eerst inmasseren. Hier is het al gewoon zo goed als droog. Hier voel ik het nu wel echt heel plakkerig, zeg maar. En dan ga ik er nu even een natte lap overheen halen. Mijn huid voelt nu wel echt heel plakkerig, maar wel echt heel goed gehydrateerd. Dus ja, ik weet niet hoe mijn huid natuurlijk is als die straks gewoon alweer een tijdje zonder masker is. Maar het voelt nu wel heel erg lekker en gehydrateerd aan. Ja, mijn eindconclusie hierover is eigenlijk heel erg goed. Ik vind het echt een heel erg leuk masker. Het enige nadeel is dat hij een beetje kriebelt tijdens het bruisen. Maar verder, hij doet zijn werk heel goed. Het is gewoon heel grappig. Ik bedoel, als je dit op een vriendinnenavondje gezellig samen gaat doen, lijkt het me heel leuk om samen te doen. En ja, hij laat mijn huid gewoon echt lekker verzorgd en gehydrateerd achter. Dus hij doet wat hij belooft. Dus ja, heel erg leuk. Ik zal het linkje ervan in de beschrijving zetten. Volgens mij kost hij zo'n 16 euro. En ja, ik vind het gewoon echt een heel erg leuk masker om een keertje te proberen. En dat was het alweer de video. Hopelijk vond je hem leuk. Doe dan even een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan kan hiernaast staat een rondje. En daar kun je op klikken. Kun je gelijk abonneren. En hier zo staat een video van mij die je misschien ook wel leuk vindt om te kijken. Daarnaast wilde ik jullie vragen of er nog verzoekjes zijn voor kerstvideo's. Ik weet dat sommigen nog niet willen denken aan de kerst. Maar ik ben van plan om dit jaar echt een hele kerstserie te gaan maken aan video's. Ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie zouden willen zien op mijn kanaal. Dus laat het even weten in de reacties. En dan hoop ik je te zien bij mijn volgende video. Doei doei!